Wat zit die JJ hier nou weer te doen met twee fucking oude consoles op de desk? Nou, dat heeft alles te maken, Boris. Ja. Deze doos. Je hebt een doos. Ik heb een doos. En op deze doos staat Project... Ik hou hem gewoon verkeerd om. Project Toledo. Project Toledo. Project Toledo. Je hebt er nog nooit van gehoord, maar... Project Toledo staat erop. In deze doos zit de toekomst. Ja, de toekomst. In ieder geval is het iets wat ik wil hebben. Het is iets wat je wil hebben. Ik mag het helaas niet mee naar huis geven. Er staat een politiemacht beneden. Hij doet het ook niet. Met mondkapjes, moet ik zeggen. Met mondkapjes. Het is een mock-up. Heet zoiets een mock-up? Of nou, feitelijk gewoon het omhulsel. Ja, zo'n display wat ze in de winkel zetten. Ja. En dan lijkt het net alsof er iets echt staat. Maar het is in feite gewoon een plastic doos. Het is de Xbox Series X. De grootte, de vorm. Hoe gaat die zijn? Ik geef jou als Nestor van dit programma, van deze website, de eer. Oh ja. Om deze doos... ik zie trouwens dat het best wel vastgeplakt is. Ja, ik dacht, heb je ook een keukenmesje erbij? Daar heb ik zeker... Oh nee, laat maar. Nee, hij is al open geweest. Hij is al open geweest. Ik ga hem nu de doos openmaken. Ja, dan kunnen we namelijk ook zien hoe groot die is. Jongens. Want dat is eigenlijk wat ik wil. Ik wil zien hoe groot die is. De doos gaat even weg. Hoppakee, doos. Hoppakee, flats. Moet ik straks allemaal weer inpakken. Dat moet je straks inpakken. Kijk, hij zit wel in een klein... Is dit echt de ware grootte? Dit is de ware grootte van de X. Want ik vind het niet. Nee, dat... Ik zeg... Kijk jongens, daar gaat hij. Tadaa! Bam! Wow. Daar is hij. De Xbox Series X. Ik vind hem gewoon hartstikke klein. Ik moet zeggen, hij weegt niks, omdat het is gewoon het is een plastic, leeg plastic omhulsel. Ja, we zetten hem even mooi bij de camera neer. Ja, je wilde aangezitten, maar ik ben nog niet klaar om hem weg te geven. Oh. Ja, jezus, hey, daar is hij dan. Er zit een soort deukje in hier in het dak. Wist je dat nog niet? Nee, dat deukje in het dak is nieuw voor mij. Dat zijn mensen die dus werken bij de assemblage en die moeten dan... We moeten dat gewoon even indeuken. Nee, dat weet ik niet. Maar ik aansluit twee even kijken, wat zien we ook? Ja, twee snelle, zeer snelle USB-aansluitingen. We hebben een netwerkkabeltje. We hebben de storage expansion, waar dus die snelle SSD-kaart ingaat van €220. Daar is een HDMI uit. Ja. Je kan hem lokken. Ja, jongens, jezus, daar is die. Maar ik bedoel... Serieus, man. Ik had echt serieus verwacht. Want zet dit nou gewoon eens even naast de vorige Xbox. Oké, hij is dikker. De PlayStation. Ik bedoel, Jesus. Ik denk serieus dat de PlayStation 5 gaat dit zijn. Ja, nou, dat zou best wel kunnen inderdaad, ja. Nou goed, ik vind hem niet zo groot. Ik vind hem ook niet groot. Ik had gedacht dat hij groter zou zijn. Ik vind de PS4 Pro vind ik hinderlijk groot. En die van mij maakt ook nog eens een keertje meer herrie dan een Boeing 747. Ik hoop dat de Xbox Series X dat niet gaat doen. We hebben hem nog niet lopend gezien. En wat ik zei, dit is een plastic omhulsel. Ja. Weet je wat het is, JJ? Het begint te kriebelen. Ja, nee, zeker. Het kriebelt. Dit ding kriebelt. Op dit ogenblik, as we speak, je wil hem aansluiten. Zullen we hem we kunnen hem niet aansluiten. We kunnen hem niet aansluiten. Nee, gebeurt niks. Dat gaat niet gebeuren, nee. Oh, er zit aan de voorkant trouwens ook nog een USB. Ja, in principe. En ook, hoe ga je hem neerleggen, Boris? Ga je hem zo neerleggen? Dus dat hij dus... Oh, wacht even, de bobbeltje zit hier. Dus dan zou die... Ja, nee, dat kan ook. Je kan hem zo neerleggen. Ja. Of ga je hem zo neerleggen in jouw televisiemeubel? Ik denk dat ik hem ga neerleggen zoals je hem in eerste instantie hebt neergelegd. Ja, omdat hij niet past anders in mijn televisiemeubel. Oké. Maar ik vind dit anders wel zet ik hem mooi. Op de grond. Dat zou kunnen, ja. Ik vind het ook wel een mooi ding om te laten staan. Het is gewoon robuust. Het is gewoon massive. En dit deukje is dan een beetje design. Dat schijnt dan wat licht uit te kunnen kopen. Ik kan niks anders zeggen. Het kriebelt, man. Ja. Het begint gewoon te kriebelen. Dit ding kriebelt. Het is deze grote zwarte... doos. Unit. Het is echt een begint doos. Gewoon kriebelen. Ja. Het is een indrukwekkend ding. Het is het absolute tegenovergestelde. Hoe groot is de kans dat ik er dit jaar eentje ga kunnen kopen in de winkel? 40%. Dat is ook wishful thinking, want ik heb niet gepreorderd. Ik ben gewoon niet van de pre-orders. Ik word daar kriebelig van. Dan pre-order ik en dan krijg ik een mail zodat ik hem niet op de eerste... hou ik niet van. Ik wil altijd een beetje autistisch gewoon... Als ik aan de winkel ga, wil ik hem hebben. Punt. Ja, dat heb ik ook. Ik denk gewoon dat hij... de eerste week is hij er gewoon niet en dat hij dan in december wel weer wordt aangevuld. Maar je moet wel op tijd zijn, denk ik. Ik denk dat hij elke 3 weken wordt aangevuld. Maar ik denk dat de vraag groter is dan het aanbod. En dat gewoon, het wordt gewoon een lastig verhaal. Dat is eigenlijk wat ik denk. Ja, nou ja, goed.
ja, ik hoop het. Ik hoop het. Ik hoop het zeer. Ik bedoel, nog niet eens zo voor de games, hoor. Want ook bij de PlayStation 5, dat duurt nog wel even voordat daar hele vette games op uitkomen. Maar ik vind hem meevallen. Ik vind hem kleiner dan ik verwacht heb. Ik vind hem niet... Het gaat erom wat je ermee doet, hè? Dat is waar. Maar de PlayStation vind ik wel heel erg lang sloemel. Ja, ik vind het gewoon een gigantische router. Het doet me denken aan zo'n lompe Ziggo router die je altijd kreeg in het begin. En dat, dat je niet weet hoe snel je dat... Laat ik het zo zeggen. Van deze zou je kunnen zeggen, ik vind het niet mooi. Maar je kunt nooit zeggen, ik vind het bloedlelijk. Ik haat het. En die PlayStation is gewoon echt van, of je vindt het mooi of... Ik vind het echt verschrikkelijk lelijk. PC-gamers gaan dit allemaal mooi vinden. Omdat die zijn al gewend aan een kast. Ja. En dit ziet eruit als een fucking slikke kast. En als ik het zo zie, dan zou ik het willen hebben om bijvoorbeeld, weet ik veel, eigen hardware in te stoppen en andere dingen mee te doen. Ja, weet je, het klinkt ook raar, maar ik ben zo iemand, ik hoop dan dat zo'n ding snel gehackt wordt, zodat je er Unix op kunt zetten. Zoiets, of Linux, weet ik veel. Dat iemand dat doet, weet je. Dat je zegt, oh, ik heb Ubuntu draaien op mijn Xbox Series X. Ik vind dat fucking vet, want dan heb ik zoiets van, hey, cool man, dan kun je er een Bitcoin noot op draaien of zo, weet je. Ja. Ik word er gewoon heel enthousiast van. Zit wel een fan in, Boris. Zit er wel een fan in? Er zit een fan in aan de bovenkant. Ja, kan je zeggen, er zit hier ook een fan aan tafel, want ik ben fan. Goed, daar is die dus. De mock-up, of gewoon de doos, de Xbox Series X. Applaus ervoor. Hey. Applaus.